ze dat lang nog zien, moet ik daarvan overgeven. Hè. Dat is echt, hè. Dat staat in de brievenbus. Het is onze post. Wat is dit? Vraagje stellen. Dan wil ik met een advocaat tegenwoordigen. Maar wie zegt dat jij een advocaat nodig hebt? Dat weet jij toch niet, maar ja, dat weet ik wel. Het is echt belangrijk. Kom aan, ik zit wel in de spinari. In de spinari, jongen? Ja, jongen. Had hij nu gebeld? Ik denk dat de Patrick zei de vierde of de vijfde keer al. En ja, ze komen altijd voor mijn garage staan en dit en dat. Dat staat er geen kat? Dan gaat het zien nadat we hier staan dat er niemand komt. Hè. We staan hier nou toch al even. Jij ook aan het werken precies, hè? Oh. Ja, dat smokt. Ja. Zeg, Koen, jongen. Wat is dat? Wat die notto. Zie, die kruimels liggen tot op de grond, hè, man. Dat is helemaal pap. Dat is. Zie, jong. Allee, Koen. Ja. Dat is speculoos, hè. We hebben een bureau, een stofzuiger in de garage. Er zit dan een stofzuiger. Of dan een stuk. Moet ik dat anders? Weet je wat? Ik zal langs buiten nog iets doen. Dan is een drek gaan sproper, hè. En langs de kamer? Ga langs de kamer. Kom, hou mijn deur, hè. Die is toch niet. Allee, die is niks, hè. Hoe lang staan we hier al? Een half uur? Dat gaat hier naar alle kanten vliegen. Allee, ziet dat nu af. Van, ja, ga al die kruimels eruit vallen. Allee, dragen ze als kruimels op mijn broek. Ja, dan ga ik je niet propereren, hè. Ik ken niet geen. Jij hebt mij laten. Als die belt, kan Patrick zeggen dat we hier gestaan hebben. Ja, ja, ik zal dat wel een kwartier en dat hier niemand geparkeerd is geweest, hè. Het is goed. Ik stofzuig niet, hè. Ik doe het zelf, hè. Mm-hmm. Ik blijf gewoon zitten, hè. We stonden er net even in de straat bij, ja, Mariette noemen we ze. Dat is iemand die heel vaak belt, omdat ze altijd voor haar poort parkeren. We hebben daar een tijd gestaan, was niks te zien. En Koen heeft ondertussen heel de auto wel gemaakt met het eten van speculoosjes. En hij heeft mij niks gegeven. Ze zijn nu onderweg naar de carwash en hij gaat een auto kuisen. Heb jij nog chatonnen? Ja, ja, ik heb nog eentje. Ik heb maar eentje klaar liggen. Ja, een plekje recht voor u. Oh, lach koes. Allee, ik blijf zitten, hè? Ja, 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 ja. Ja, nog die moet je nog. Ja, die, hè? Ja, hij gaat het even zien. Hoi? Maar ik kom niet helpen, hè? Nee, maar ik moet niet helpen, maar ik zie wat dat hier ligt. Wat is? Oh, wat is dat? Dat is mooi voels, hè? Dat is een hart, hè? Je ziet, jong. Morgen wel. Dat is de ei, maar dat is... Dat is echt een hart, hè, maat. Als je dat lang nog ziet, moet ik dat van overgeven, hè. Dat is echt, hè. Maar kijk er dan niet in, hè. Dat doosje zit in die vuilbak. Je hebt toevallig niet gezien wie dat daarin gezet heeft? Ja, sorry. Dat heb ik niet weten. Oké, okay, dat dank u. Morgen is het een ja, oké, okay, dank u wel. Ik ga de wet best wel goed bellen. Benoit, goeiemorgen, Tineke hier. Ja, wij hebben hier iets vreemds aan de hand. Kun jij eens even tot hier komen? Wij zitten in de XL carwash. Geen idee wat dat een hart in de vuilbak van een carwash ligt te doen. Het is een beetje luguber alleszins. Ja, we hebben een hart en geen lichaam. Dus nu wachten op de wetsdokter en hopelijk kan hij ons wat meer vertellen. Maar Koen, we gaan de eigenaar hier even bewakingsbeelden buiten eens rondzien. Pas op, want die ligt bloed. Ja, dat is goed. Ik ben eigenlijk wel zenuwachtig. Ah ja, wel, ik ga vanavond een vriendin terugzien die ik, van de middelbare school, die ik al kei lang ken. Mm-hmm. Maar ja, we hebben elkaar zo'n beetje uit het oog verloren. Zeg, hoe lang hebben ze niet gezien? Al 8 jaar. 8 jaar? Ja. Dat is kei lang. Dat is zot, hè? Maar als je echt vriendinnen zei, dan voelt dat aan alsof dat gisteren was, hè? Nee, dat ook als je op date gaat, dan zit er ook zo wat... Ja. Hoe moet ik daar tegen zeggen? Omdat, maar je kent haar, hè? Ja, ja, en... Nee, allez. Ik geef u naar de Lange Veldstraat, nummer 14D.
Die stelt een draak in de woning. Wij begeven ons meteen ter plaatse over. Dat is hier met hier? Die dingen. Ja. Geen auto. Maar ik ga de dingen niet aanzetten, de blauwe. Nee, best niet. Hè. Als inbrekers eigenlijk nog aanwezig zijn, dan willen we die natuurlijk niet afschrikken. En willen we natuurlijk niet dat ze horen dat wij eraan komen. Dus dan zetten wij expres een blauwe of de sirene niet aan. En ja, in de hoop dat we ze ook inderdaad kunnen betrappen natuurlijk. Hè. Nummer 14. Is het wel 14? Dat is hier, dat is hier. Jullie zijn de bewoners? Ja, ja. Zijn de daders nog binnen? Nee, nee, die zijn zeker niet meer binnen. Ja, wat is er precies gebeurd? We zijn juist terug van vakantie en er zijn een aantal kunstwerken weg. Maar kom even naar binnen kijken. Ja, ja, is goed. Oké. Dankjewel. Zo, hier een kunstwerk van Yves. Ja? Marine met zeilboot. Echt een prachtig kunstwerk. Ja, inderdaad. En hier? En daar op de kast stonden koperen beeldjes. Ja, en die zijn ook gewoon weg. Ja. Ik kan even zitten op de kastboot. Ja. Ja, kunst is een beetje ons passie geworden. En ja. Wij verzamelen het. Ja, want bijvoorbeeld hier hangt er ook nog een. Maar dan hebben ze dat niet meegenomen. Ja, nee, het is duidelijk dat ze wisten wat ze moesten meenemen. Want dat heeft niet zoveel waarde, dat kunstwerk. Ja, dat is dan een heel dure... Ja, ja, het zijn echt wel dure kunstwerken. Zeg, ik vind hier geen braaksporen, hoor. Weet je soms dat die mensen hier binnen zijn geraakt? Voordat wij zijn vertrokken, hebben wij alles gecontroleerd. Ja. Zeker drie keren hebben wij alle ramen, alle deuren hebben wij dicht gedaan. Ja. We zijn teruggekomen en dat was allemaal nog dicht. Allemaal nog intact. Dus wij hebben ook gezien dat er nergens zijn er inbraaksporen of dergelijke. Nee. Dus ja, heel bizar. Dat gaat ook niet echt weten wanneer dat die hier eigenlijk zijn komen. Nee, dat moet bijna de periode. Wij zijn 14 dagen zijn we te lang geweest. Ja. Dat moet in die periode zijn. Is er nog iets anders gepikt buiten dan dat schilderij in die twee? We hebben al gezien, onze laptops zijn er nog, de tv is er nog. Dus voor de rest, eigenlijk denken wij dat er niks weg is. Ja. Heb je een foto van die kunstwerken toevallig? Ja, ik kan die eventueel doormailen. Wacht, dan ga ik mijn kaartje. Oké, prima. Dankjewel. Ja, dan heb ik een beetje een beeld naar wat we op zoek zijn natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dan... Nu, we gaan natuurlijk zeker proberen om die kunstwerken terug te vinden. Hè. Ja. Dat is, het zijn echt wel heel kostbare werken. Dus, dan gaan we daar meteen ons werk van maken. Oké. Okay. Bedankt om ons te bellen. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. En dan vinden we de weg wel terug naar buiten. Oké, dankjewel. Het is niet leuk om thuis te komen van vakantie en te zien dat er inbrekers in je huis aan het werk zijn geweest. Nu, wij kunnen hier niet veel doen, maar we gaan toch de specialisten laten langskomen. Wij gaan nu naar kantoor om daar een PV op te maken, zodat de mensen hun verzekering kunnen inlichten. Ja, dat gaat toch niet evident zijn om iemand te vinden. Een zouders te vinden, nee. Er is niks aan sporen, nee. Dus het zit er allemaal wel netjes uit. Hopelijk vindt de technische recherche niets, hè. Ja, dan moeten we die erop afsturen, hè. Ja. Voilà. Met de flash daarop is dat echt vies. Die mens zegt hier, die hadden eigenlijk geen camera's. En hij doet niet echt kunnen zien wie dat hier geweest is of wie dat afgezet heeft. We hebben hier geen bewaking. Gaan we hier moeten wachten, dit is noir. Dit is op zijn minst bizar te noemen. Hè? Een hart in een kistje in de vuilnisbak van een carwash. We hebben overal rondgekeken, we hebben nergens een lichaam of iets dergelijks kunnen vinden of iets anders dat ons aanwijzingen kan geven. Dus ja, ik heb mijn foto's gepakt, maar... Voor op een bureau straks eventueel, maar ja, even wachten op Benoit. Hè. Benoit is dat. Meneer de wet, dokter. Hallo. Hey. We hebben hier iets heel raar gevonden. Nee, in dat kistje. Ja, de zon. Moet je zien. Ik denk dat ik weet wat dat is. Niet. Dat wil licht geven. Dat lag hier gewoon in die vuilbak, hè. En je weet niet wie dat er hier... Nee, we hebben het al eens gevraagd. We hebben hier waar rondgekeken, maar ja, we willen dat ook niet alleen laten. Kom op. Nou, dus even kijken. Dus de wetsdokter, ik kom. Dat is zeker een echt hart. Ik ben niet helemaal zeker wat dat een mensenhart is. Het zou ook van een varken ook kunnen zijn. Dat lijkt heel hard op elkaar. Ik zou het moeten meenemen voor verder onderzoek. Ja. Ik weet niet of iemand van jullie het is een plastic zakje daar wil uithalen. Ik kan dat erin steken. Doe maar.
In één keer, hè, maat? Ja. Het is een vers hart, hè. Dat kan hij nog niet lang geleden hebben. Een vers hart. Ja, ja. Kijk, ik ga dat meenemen voor onderzoek. En zodra ik meer weet... Geef jij een belletje. Dan geef ik jullie een belletje. We hebben net een vaststelling gedaan van een inbraak in een woning waarvan de bewoners op vakantie waren. Er is een schilderij gestolen en twee bronzen beelden, verder niks. En er waren ook geen braaksporen. Dus het is wel een beetje vreemd. Ja, dat was toch juist hier, hè? Twee bronzen in een schilderij, Okay. Ja. Hallo, Robbie. Meneer Jan de Meester, zie je. Goedendag, meneer de Meester. Ga maar zitten. Ja. Ik was net het proces verbaal aan het opstellen, hè? Ah, dan kan u er ineens iets bij opzetten. Ah, oei. Huh? Is er nog iets gestolen? Of? Nee, maar dat zat in de brievenbus tussen onze post. Ja, en wat is dat? Factuur van de slotenmaker. €75 voor het openen van de deur. Wat is het? Eens kijken? Ja, doe het. En hoe kan dat? Dat is... Dat vragen wij ons ook. En u moet eens kijken naar de datum. Dat is een datum dat wij met vakantie waren. Ah, ja. Ah, dat zie ik. Ja, ik denk dat we dan best eens contact opnemen met die slotenmaker. Ja. Het zal toch wel niet zijn dat die een dief een slotenmaker heeft gebeld om de deur open te maken, om dan zo rustig zijn slag te kunnen slaan. We gaan die persoon eens opbellen en zien hoe dat juist zit. We gaan u eens laten weten. Ik zal het er al in zitten. Merci om te komen, hè. Ja, klopt. Ja. Bedankt, hè. Dag. Dag, hè. Nee, we hebben nu geen tijd voor, als iets, want wij zitten met een belangrijke zaak. Dat kan niet, want mijn zaak is belangrijker. Dat weet jij toch niet? Ja, dat weet ik wel. Dat is echt belangrijk. Kom aan, ik zit wel in de penarie. Jullie moeten mij helpen. Ja, jong. Vraagje stellen. Wat wil ik met een advocaat tegenwoordigen? Wie zegt dat jij een advocaat nodig hebt? Ik geef u naar de Lange Veldstraat, nummer 14.